Hoi allemaal, welkom bij Fem. Sharon liet jullie maandag al een trucje zien over hoe je je wenkbrauwen er zo mooi mogelijk uit kunt laten zien. En ik ga het vandaag over wimpers hebben. Ik ga jullie in deze video tips geven over hoe je je wimpers er zo mooi mogelijk en zo vol mogelijk uit kunt laten zien. En zodanig dat het bijna nepwimpers lijken. Ik krijg best wel vaak de vraag van, goh, zijn dat je echte wimpers? Draag je extensions? Heb je nepwimpers? Wat dan ook. Nee, het zijn mijn echte wimpers en ik pas altijd een paar trucjes toe om ervoor te zorgen dat ze dus er redelijk dramatisch uitzien. Het is wel zo dat ik redelijk lange wimpers van mezelf heb, maar ze zijn niet bijzonder vol en al helemaal niet donker of wat dan ook. Dus ik moet er nog best wel wat aan doen om ze er mooi uit te laten zien. Ik ga jullie vandaag gewoon tips geven hoe je dat bij jezelf kunt doen. En het is natuurlijk wel zo dat als je wat kortere wimpers hebt, dat het er iets anders uit zult zien. Maar ik denk dat je er dan zelfs nog best wel veel uit kunt halen. Overigens laat ik nu de trucjes zien met zwart. Maar je kunt ook heel goed met donkerbruin doen als je vindt dat zwart het een beetje te hard maakt. Nou, kijk mee en dan ga ik het jullie helemaal laten zien. Wat ik als eerste ga doen is een lijntje aanbrengen langs mijn wimperrand met zwarte oogschaduw en een heel dun schuin kwastje. Je kunt hier ook eyeliner voor gebruiken, maar ik vind dat je met poeder kom je net wat dichter bij de wimpers en ziet het er wat natuurlijker uit. En bovendien is eyeliner soms wat lastig om aan te brengen en poeder is super simpel, dat kan echt iedereen. Ik gebruik de zwarte oogschaduw van Catrice in de kleur The Captain of the Black Pearl. En ik gebruik een heel dun eyeliner kwastje van Essence. Zorg ervoor dat je kwast goed aftikt, want dit kan nogal fallout veroorzaken. Wat ik vervolgens ga doen is dat ik het heel dicht op mijn wimpers aanbreng. En echt probeer zo dicht mogelijk tegen je wimpers te komen langs de bovenste wimperrand. Zo, je kunt hier vast al heel goed het verschil zien. Ik heb hier al de oogschaduw aangebracht en hier nog niet. En het is meteen een stuk sprekender zonder dat het meteen te veel wordt. Met eyeliner kan het soms een beetje hard zijn. En dit ziet er gewoon heel zacht en natuurlijk uit. De volgende stap is dat ik de bovenste wimperrand ga tightlinen. En jullie kennen misschien wel dat je bijvoorbeeld potlood hier op de waterlijn doet. Nou, datzelfde doe je dus nu, maar dan op de bovenste wimperrand, precies op die waterlijn. En het ziet er een beetje eng uit en het lijkt misschien een beetje pijnlijk of zo, maar dat is het helemaal niet. Het is een beetje een gek gevoel, maar als je het bij jezelf doet, dan vind ik dat het helemaal niet gek of vervelend is. Dus het ziet er enger uit dan dat het is. Ik gebruik hiervoor heel vaak een potlood van Essence, de Long Lasting Eye Pencil. En ik heb hem op dit moment alleen maar eventjes in bruin, want ik weet niet waar mijn zwarte naartoe is, maar dat is een hele fijne. Ik gebruik nu even, omdat ik ook zwarte oogschaduw heb gebruikt, gebruik ik een potlood van Urban Decay. En dit is de kleur Perversion. Wat je nu gaat doen, is dat je je ooglid een beetje optilt. En dat je dan met je potlood zo tussen die wimperhaartjes, precies op dat stukje huid wat er dan nog zit, met een beetje heen en weer gaande bewegingjes potlood aan gaat brengen. En ik doe het met heen en weer gaande bewegingen, zodat ik echt goed tussen de wimpers kom en dat er eigenlijk geen stukje huid meer overblijft. Zo, dan is dit het resultaat. Ik heb hier trouwens net oogschaduw gedaan, maar je kunt nu ook heel goed het verschil zien tussen het potlood en alleen de oogschaduw. Dit is trouwens ook een hele handige oplossing voor als je een beetje hangende oogleden hebt. Want dan is het wat lastig om eyeliner te dragen, omdat je al zo weinig ruimte op je ooglid hebt. Maar door dan hier potlood aan te brengen, wat ik dus net heb gedaan, kun je toch een beetje het effect van eyeliner creëren zonder dat je daarvoor ruimte op je ooglid in moet leveren, om het zo maar te zeggen. Dus als je bijvoorbeeld ook een beetje Aziatische ogen hebt, of wat ouder bent en wat hangende oogleden, of gewoon van jezelf hangende oogleden hebt, dat heeft niet altijd met leeftijd te maken, dan is dit ook een hele handige tip. De volgende stap is een stap die veel mensen kennen, maar ik denk vaak overslaan of onderschatten. En dat is namelijk de wimperkruller. En een wimperkrultang zorgt ervoor dat je wimpers natuurlijk mooi gekruld zijn, maar hij zorgt er ook voor dat mascara makkelijker aan te brengen is. En ik ga jullie laten zien hoe ik hem gebruik. Dit is er eentje van Sephora. Ik heb hem ook van Shu Uemura. Dat schijnt echt de allerbeste wimperkruller te zijn ooit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel verschil merk, maar voor sommige wimpertypes kan het wel uitmaken. Maar in principe kun je wel vrijwel elke wimperkruller gebruiken. Ik krul sowieso altijd eerst helemaal op de aanzet. Zo. Tada. En dan ook nog een beetje halverwege. Want anders heb je alleen bij de aanzet zo'n knik. En als je hem ook nog halverwege doet, heb je een wat mooiere krul. Wat ik nu ga doen is mascara aanbrengen. Nou, dat is natuurlijk een logische stap. Wat ik altijd doe, en dat is echt volgens mij de ultieme tip voor super mooie, volle en bijna neppe wimpers, is dat ik twee mascara's gebruik. En ik gebruik altijd twee verschillende. Ik kies er altijd eerst eentje die ervoor zorgt dat mijn wimpers mooi gesepareerd zijn, dat ze mooi krullen. En daarna gebruik ik een volume mascara. En het idee daarachter is dat eerst het laagje al ervoor zorgt dat je wimpers gespreid zijn, gesepareerd zijn, dat je geen spinnenpootjes krijgt. En dat dan de volume mascara ervoor zorgt voor echt dat wauw effect. En dat
geeft echt een fantastisch effect, vind ik zelf altijd. Ik gebruik nu als eerste deze van Max Factor. Dit is de Clumpify Extensions Mascara. Wat belangrijk is als je mascara aanbrengt, is dat je een spiegeltje er even bij haalt. Nou, dat natuurlijk sowieso. En dat je die onder je houdt. Op die manier kun je goed bij de aanzet komen en heb je niet dat de mascara op je ooglid komt. Ik zet het borsteltje op de aanzet en met een beetje zigzaggende bewegingen trek ik hem omhoog. Op die manier worden je wimpers mooi gecoat met mascara. De eerste laag zit erop, maar het kan nog wel iets dramatischer. En daarvoor ga ik dus de volume mascara gebruiken. Ik gebruik hier nu voor de Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara van Catrice. En dit is een van de nieuwere mascara's. Hij lijkt qua borsteltje een beetje op Max Factor False Lash Effect. Maar hij is nog iets anders. Hij is iets vochtiger qua substantie. En hij leent zich heel erg goed voor dit doel. Ik gebruik ook heel vaak de roze van Catrice. Dat is de, nee, van Essence. De I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Dat is ook een goede voor deze stap. Nou, hiermee doe je eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Je brengt hem gewoon aan over het laagje wat je net hebt aangebracht. En je zult zien dat je echt enorme wimpers krijgt. Ik zal jullie even de verschillen laten zien. Dit is het oog met de twee mascara's. En hier heb ik alleen nog maar één laagje aangebracht. Kijk nou! Oh, false lashes bijna dan. En dan soort van echt. Als laatste breng ik ook nog een mascara aan op de onderwimpers. Die accentueer ik nooit heel erg. Dat vind ik bij mij altijd een beetje te hard staan. Maar het hangt een beetje van je ogen en van je huid af en dat soort dingen. Of je dat kunt hebben of niet. Anders kun je dezelfde trucjes natuurlijk ook heel goed toepassen langs de onderste wimperrand. Ik gebruik daarvoor nog eventjes de eerste mascara omdat die gewoon de wimpers heel mooi spreidt. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie iets aan mijn tips gehad hebben. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat er bij iedereen net even wat anders uitziet. Omdat iedereen andere wimpers heeft, andere ogen. Maar deze tips kun je eigenlijk altijd wel toepassen om ervoor te zorgen dat je wimpers er mooier uitzien. Dus ja, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag en maak er wat moois van. Vergeet je trouwens niet te abonneren op dit kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei! Vandaag heb ik voor jullie 10 tips voor als je je niet lekker voelt. Dus als je gewoon ziek bent, verkouden, een griepje hebt of wat dan ook.